welkom bij deze nieuwe video. Ik heb weer een mega unboxing zoals je kunt zien aan alle boxen achter mij. Ik heb deze keer nog meer producten dan bij mijn vorige unboxing. De vorige unboxing vonden superveel mensen leuk. Dus ik vond het wel weer leuk om dan weer een nieuwe te maken. Aangezien heel veel mensen dit soort video's kennelijk heel leuk vinden. En ook nu weer is het een mix van producten die ik heb gehad in PR en producten die ik gewoon heb gekocht, besteld. Over het algemeen is het allemaal make-up, maar ik heb ook een aantal AliExpress pakketjes binnen gehad die ik ook gewoon erbij heb gedaan. En dat is volgens mij kleding. Dus het is een beetje een mix van kleding en make-up, maar 90% is make-up. En dit zijn allemaal pakketten van de afgelopen 2 weken. Het is echt een heleboel, dus ik ga er gewoon snel aan beginnen. Van het meeste weet ik wat erin zit, maar van een aantal ook weer niet. Dus daar ben ik weer extra benieuwd naar. En ik hoop dat ook nou weer iedereen deze video leuk gaat vinden. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen, want ja, dit gaat wel even duren voor mij. Mensen, wie houdt ook zo van melk? Echt, I love melk. Ik ben echt de enige persoon die hier echt zo van houdt. Oké, zo, als je kunt zien zijn alle pakketten hier achter mij en ik begin gewoon van boven naar beneden. Het allereerste pakketje is van de AliExpress en ik weet denk ik wat het is. Ja, nou, dit is echt super random. Dit zijn achtergronddoekklemmen, want ik heb altijd een achtergronddoek. En om het doek zo mooi strak te krijgen, moet je echt van dit soort klemmen hebben. Ik heb er al 4, maar ja, ik wilde er een paar extra, dus nou heb ik een paar erbij. Super cute. Super random, maar oké. Hier heb ik een pakketje van Max & More. Dat is het make-up merk die bij de Action wordt verkocht. En dit is PR, dit heb ik gehad. Ik heb hier mijn handige schaar om alles zo open te maken. Oh my god. Oh mijn god, mensen, ze hebben nieuw 3 losse poeders. Oh mijn god, ik weet niet of ze al te koop zijn bij de Action. Misschien wel, misschien niet. I'm not sure. En ik heb ze hier in 3 kleuren. Oh mijn god, ik ben hier wel echt heel erg benieuwd naar. Want goede betaalbare losse poeders zijn extreem moeilijk om te vinden. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En ze hebben nieuw een Precision Eyeliner Pen. En ook hier ben ik heel erg benieuwd naar, want ik hou van eyeliner pennen. Ik vind eyeliner pennen echt de meest makkelijke manier om je eyeliner aan te brengen. Dus ja, ik ben heel blij dat ze dit hebben uitgebracht, want het is ook weer lekker betaalbaar. Dus ook hier ben ik erg benieuwd naar. Het volgende pakketje is al opengemaakt omdat ik wilde zien wat erin zat, omdat ik het niet wist. En toen ik het zag heb ik het weer snel dicht gedaan, want dit is PR en dat wilde ik in de video laten zien. En dit is een PR pakketje van de Kruidvat, dus ook dit heb ik gewoon gehad van hun. En het is een hele zak vol met allemaal make-up, oh my god. Oké, ik heb van hun de Revolution Matte Foundation gehad in 4 kleurtjes. Ik heb 4 losse oogschaduwen gehad van Essence, goud, zwart, groen en wat is dit? Donkerblauw. Heel erg cute. Ik heb 2 highlighters gehad van MUA die er echt heel mooi uitzien. Vooral deze zo mooi roze. Ik heb hier een Catrice lipgloss gehad. Deze lipglossjes heb ik al 2 en deze zijn echt super fijn. Ik heb hier van MUA Cosmetics ook weer 2 lipstickjes gehad. Van de Revolution heb ik een Conceal & Define gehad in wel kleur C9. Die is wel iets te donker voor mij, maar dit is wel een hele fijne concealer. Ik heb de Revolution Hyaluronic Fix Fixing Spray gehad. Deze heb ik al 1 keer gehad en helemaal opgemaakt. En ik vind hem echt super fijn. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Ik heb 2 nep wimpers gehad van Catrice. Ik wist niet eens dat Catrice nep wimpers heeft. Dus ja, bij deze. Even kijken. Ik heb een mascara gehad. Ook weer van MUA Cosmetics. Ik heb een glanzende Catrice nagellakje gehad. Ik heb een glanzende Catrice eyeliner. Dit is een beetje goud. Ik heb 3 matte poeders gehad van Revolution. Oh my god. Dit zijn de 3 kleuren. Ik heb 3 kleuren gehad. Een hele lichte en 2 meer bronzy kleurtjes. Daar ben ik ook wel blij mee en benieuwd naar. Ik heb van I Heart Revolution de Unicorn Eyeshadow paletje gehad. Met hele schattige kleurtjes. Super cute. Ik heb hier 2 camouflage sticks van Catrice. Met deze ben ik ook niet bekend. Dus ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik heb nog zo een Revolution concealer in de kleur C1. Die is weer veel te licht voor mij. En ik heb nog zo eentje in C4. En ook die is te licht voor mij. Maar oké. Ik heb een liquid highlighter gehad van Revolution. Ik ga hier even een beetje snel doorheen. Want het is best wel veel. Ik heb een lippotloodje gehad van Essence. Ik heb een eyeliner gehad van Revolution. Ook die is heel erg fijn. Die heb ik ook al 1 keer gehad. Ik heb een zwart oogpotlood gehad van Catrice. Ik heb nog een lippotloodje van Essence.
En ik heb hier een Catrice Waterproof Eyeliner. Ik heb ook hier een highlight en bronze paletje van Catrice. Ook die heb ik al. Dus alles wat ik al heb gaat in een winactie. En ik heb hier nog zo'n I Heart Revolution ook schaduwpaletje. Ik vind deze twee wel echt super cute. Ook heel erg klein. I like it. En dan heb ik hier ook nog een Catrice oogschaduwpaletje. En als laatste heb ik een liquid matte van MUW Cosmetics. Een donkere paarse kleur. En dan is hij helemaal leeg. Dit is echt een heleboel make-up. Voor het geval je je afvraagt waarom ik van Kruidvat al die make-up heb gehaald. Dat is omdat ik voor Halloween met hun een samenwerking heb. En ze hebben mij dus ook allemaal gratis make-up gestuurd. Waar ik echt super blij mee ben. En die ik zeker ga gebruiken. En wat ik al heb of gewoon niet ga gebruiken. Dat doe ik in winactie. Want iedereen die me al een tijd volgt weet. Ik heb echt super vaak winacties. Oh my god, I love this. Dan heb ik hier nog een pakketje. Die is ook van Max & More. Weer die Action Make-up. Wat zou hierin zitten? Oh, dit is ook nieuw van hun. Ze hebben voortaan lippotloodjes. Super cute. Ook weer heel erg betaalbaar. En ze matchen met de lipsticks. Dus dat is echt ideaal. Super cute. Ook heel erg blij mee. Ik ben altijd blij met lippotloodjes. Want die gebruik ik echt altijd. Ook echt 4 hele mooie en diverse kleuren ook. Echt heel erg blij mee. Het volgende pakketje is ook weer van de AliExpress. En er staat op dress. Dus het is een jurk. Ik zet ook alles van de AliExpress in de beschrijving. Dus mocht je het willen, dan kun je gewoon daar even kijken. Oeh, leuk. Ja, deze had ik besteld. Is gewoon helemaal zwart en strak tot aan de knie. Ik plaats even een foto in beeld. Dan weet je wat dit precies is. Super cute. De stof voelt ook echt goed aan. I like it. En dan ga ik ook gewoon gelijk door met een ander AliExpress pakketje. Oh, dit is een shirt. Ik heb gewoon heel random dit besteld. Die was gewoon super, super goedkoop. En ik dacht, ja, whatever. Een shirtje hebben is altijd handig. Het volgende pakketje is van de Douglas. En die heb ik gewoon besteld, want er was sale. En altijd wanneer de sale is, bestel ik. Oké, wat heb ik ook alweer besteld? Oh, niet echt heel veel. Ik heb besteld MacFix Plus. Ik heb het al een keer in een video verteld. Maar MacFix Plus gaat er bij mij echt doorheen als water. Dus altijd wanneer er een actie is, bestel ik gewoon gelijk MacFix Plus. Ook al is die ik al heb nog niet op. Toch moet ik hem alvast hebben. Dus die heb ik besteld. En dat komt wel goed uit. Want de mijne is bijna op, zoals je kunt zien. En ik bestel altijd de geur coconut. Dus hier ben ik weer heel blij mee. Ik heb Random & NYX Lingerie Lipgloss besteld. Welke kleur is dit? In de kleur Mason. Ik heb dit allemaal zo lang geleden besteld. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal heb besteld. Oh, mooie bruine gloss. Oh, mooi. Gewoon echt donkerbruin. En het is echt een gloss. I like it. Ik heb een NYX kwastje besteld. Dit is een eyeliner kwastje. Een hele dunne. Deze is zo heel erg dun. Dus geschikt om zo jouw eyeliner te maken. Die ik nu gebruik is helemaal kapot. Dus ik moest een andere hebben. En ook weer van NYX Cosmetics heb ik hun Sweet lipstick. Metallic? Is het metallic? Oh mijn god, ik haat metallic. Dit is de kleur 3-5. Oh, je gaat me niet zeggen dat het metallic is, hè? Oh my god. Ik ga hem swatchen om even te bekijken wat ik ervan vind. Want ik had niet door dat het metallic is. Anders had ik hem zeer zeker niet besteld. Dit is dan de kleur zo heel mooi bordeaux rood. Nou, op zich, ik zie niet echt metallic of zo. Dus ja, ik denk dat ik hem wel kan gebruiken. Ik vind het echt een hele mooie kleur. En ik vind de NYX Liquid Suede heel erg fijn. Ik heb er al een aantal. En dat was het dan, wat ik daar heb besteld. Dan heb ik hier twee PR pakketten van Baby Doll Cosmetics. Dit is dus ook PR, heb ik gewoon gehad. En ik weet al wat dit zijn, want dit zijn nep wimpers. Die vanaf het einde van de maand volgens mij of nu al te koop gaan zijn bij de Pri. En ze hebben mij die gestuurd om te proberen, obvious. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe ze eruit gaan zien. En mocht je ze dus ook willen, je kunt ze halen bij de Primark. Oh, ook heel cute verpakt. Kijk, ik heb ook een briefje erbij gehad. Ja, het is dus premium kwaliteit voor een lage prijs. En je kunt ze zeker 15 tot 20 keer gebruiken. Dat is ideaal. En er staat dat ze er vanaf oktober
oktober zijn. En ze zijn per stuk €5,50. Dus dat is heel laag. En het is al oktober, dus als het goed is, moeten ze er al zijn, I think. En het zijn 3D silk wimpers. Oh, ze zijn er vanaf 11 oktober. Nou, dat is al geweest, dus ze zijn er al. Superleuk, oh my god. Oh, wow. Oh my god. Voor maar €5,50, kijk hoe mooi ze zijn. Oh my god, ik had dat niet verwacht. Oké, het is misschien heel slecht, maar ik had een beetje van die whack-ass dingen verwacht. Maar dit ziet er echt heel goed uit. Dit soort wimpers draag ik echt. Oh my god, kijk eventjes dit, jongens. En je hebt ook nog deze, super fluffy. Mensen, kijk even hoe fluffy ze zijn. Oh my god. En dan nog deze. Oh wow, ik ben echt impressed AF gewoon. Even kijken, want ik had twee pakketten. Daar zit deze in. Deze. Deze hele heftige. Deze. En als laatste deze. Oh mijn god, ze hebben er ook echt superveel gestuurd. Voor maar €5,50. Dit is echt een belachelijk goedkoop prijs voor hoe mooi ze zijn. Oh mijn god, mensen, ik zou hier echt voor naar de Pri gaan. I really like them. Oh mijn god. Oké. Even normaal doen. Even rust gaan, Sarah. Rustig. Oké, we gaan verder. Ik ben iets te enthousiast. Next pakketje is van Beauty Bay. Voor mensen die Beauty Bay niet kennen. Dat is een webshop. Je kunt het vergelijken met Pussy Shop. Maar dan uit Engeland. En wat is er zo fijn aan Beauty Bay? Ze zitten in Engeland. En ze hebben echt geweldige merken. Zoals Jeffree Star. En ze hadden de sale op zijn collectie. Dus ik heb een aantal producten gekocht van zijn lijn. En ik ben echt super benieuwd. Je hoeft dus geen douane, niks te betalen, alleen maar verzending. En that's it. En verzending hoeft ook niet als je bestelt vanaf een bepaald bedrag, dus ideaal. Oh mijn god, ik ben hier zo benieuwd naar. Er was echt sale en ik dacht zijn producten zijn altijd wel een beetje aan de dure kant. Dus ja, ik kan dan een sale niet laten gaan, hè. Zo praat ik het goed in mijn hoofd. Ik heb zijn poeder besteld in de kleur beige. Oh wow, super cute. Die was in de sale. Normaal is hij €20 of zo. En ik had hem voor €14 of zoiets. Dus het ziet er heel mooi uit. En het is ook waarschijnlijk de perfecte kleur voor mij. Ik ben heel erg benieuwd. Nou ja, ik maak het wel een andere keer open. Ik vind zijn verpakkingen altijd super mooi. Ik ben hier heel benieuwd naar. En ik heb twee glossjes van hem besteld. Zijn glossjes heten gewoon de gloss. Zoals je kunt zien. Oh wacht, op z'n kop. Ja, kijk, gewoon de gloss. Ik heb in de kleur Legends Only en Safe World. Safe World. Safe World. Als je mij kent, weet je, ik hou van lipgloss. Ik heb het nou ook op. Ik draag altijd glossjes. Dus ja, deze waren ook in de sale. Deze waren nou maar €10 volgens mij. Terwijl ze normaal €16 zijn of zo. Oh, wauw. De verpakking is echt super extra. But I like it. Zo, dit zijn dan de twee kleuren die ik heb besteld. Een beetje een nude en een beetje een heftige goudgroene kleur. Dat vond ik wel leuk. Even allebei swatchen. Zo, dit zijn dan de twee kleuren. De nude en een beetje groen-goud. Wauw, allebei super mooi. I really like it. Zo, ik ben ook weer heel benieuwd naar deze drie producten. Die ga ik zeker in video's gebruiken. Mocht je vandaag iets zien waarvan je denkt, dit wil ik echt super graag zien in een video. Let me know, want dan ga ik het zeer zeker in een video gebruiken. Oeh. Next pakketje is ook weer van de AliExpress en ik heb geen idee wat erin zit. Oh, it's a dress. Another black dress, like always. Ik bestel echt alleen maar zwart. Oeh, leuk. Helemaal tot aan de knie ook weer. Ik plaats weer een foto in beeld, dan weet je wat ik heb besteld. Oeh, hier ben ik heel benieuwd naar. I like it. Ik bestel altijd alles in L, want alles daar valt echt klein. En van de AliExpress is dit het laatste pakketje. Oh, ik weet wat dit is. Ook dit is een black dress, maar het is niet voor mij. Het is voor mijn pleegzusje. Deze is gewoon zo lang en zwart en van wol. Ik plaats ook weer een foto hier in beeld. Zij wilde die graag, dus heb ik die besteld voor haar. Ook weer heel erg cute, dus mocht je die willen, de link staat weer in de beschrijving. Oké, vanaf nu gaat alles als het goed is gewoon make-up zijn. Ik heb hier een pakketje van de Bougie Shop en die heb ik gewoon besteld. En ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik allemaal heb besteld. Volgens mij was het sale, but I'm not sure. Nee, het was geen sale. Ik heb gewoon random besteld. Oké, wat heb ik allemaal besteld van W7? De scrub, de lip scrub.
Dit is eigenlijk een foutje, want ik wilde het lipmaskertje hebben en ik heb de scrub besteld. Dus die gaat in een winactie, want die ga ik niet gebruiken. Ik heb van Wet n Wild een zwarte lipstick. Vraag je je misschien af, waarom moet je een zwarte lipstick? Het is Halloween. Ik heb besteld een blauw oogpotlood van LA Girl, altijd handig. Ik heb een concealer van Milani besteld. Dit is in de kleur light beige. En de kleur ziet er goed uit, dus ik ben heel benieuwd naar deze concealer. Ik heb van Milani ook een rode lipstick besteld. Oeh, heel erg mooi. Ik dacht dat hij iets meer bordeaux zou zijn, maar hij is gewoon echt rood-rood. Oké. Ik heb van, wat is dit? Revolution, een cream lipstick besteld in een bordeaux rood. Dit is wel echt bordeaux. Weer even op mijn hand swatchen. Ja, het is een beetje een bordeaux paars-roodachtig. Ik heb een kwastje gehad, een concealer kwast. Die heb ik gewoon erbij gehaald, omdat ik vanaf een bepaald bedrag had besteld. Die gaat in een winactie. Ik heb besteld een face scrub. Deze ken ik niet, die heb ik echt super random gewoon besteld, want mijn scrub was op en deze was best wel betaalbaar, dus ik wilde hem proberen. Dit is een firming scrub. Van Makeup Obsessions heb ik dit paletje besteld, deze glitterkleuren, ze lijken mij zo mooi. En het was ook echt heel erg betaalbaar, dus ook hier ben ik benieuwd naar. Ik had dit besteld voor Halloween, maar ik heb al mijn looks al gemaakt, dus het is een beetje voor niks. Maar ik vind het alsnog een heel mooi paletje. Oh mijn god, die glitterkleuren. Het zijn pressed glitters. I love it. Ik heb hier losse poeder van Revolution in de kleur lichtgeel. Ook weer, ik hou van losse poeders. En ik ben altijd op zoek naar goede betaalbare. Dus deze wil ik ook gaan proberen. En ik heb hier een Technique matte blush. Super random gewoon gekocht voor de lol. En dat was dan alles wat ik heb besteld bij de Boozy Shop. Next pakketje is van Revolution. Ook dit heb ik gewoon gekocht met mijn geld. Ja, dit is dus van Revolution Pro. Een paletje van hun waar niet alleen oogschaduw in zit, maar ook lipstick, een blush, een bronzer. Het is een beetje een paletje voor alles. En ik wilde die gaan proberen in een video. Dus mocht je dit willen zien, let me know. Ik ga hem nog niet laten zien, want ik ga waarschijnlijk zeker wel een video over maken. Oh, hierachter staat, je hebt dus oogschaduw, lipstick, blush, poeder, bronzer, contour. En dan heb je dus gewoon één paletje voor je hele gezicht. Dus ik wilde die gaan proberen in een video om te zien of dit echt zo handig is. Dus deze ga ik zeker gebruiken. Dus stay tuned als je die wilt zien. Next pakketje is van de Easy Putty. Ook dit heb ik gewoon besteld. Oei, ik weet wat dit is. Dit is een nieuw oogschaduwpaletje van Urban Decay. Ik heb het als cadeautje verpakt, want ja, yeah, I'm extra like that. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben die alles gewoon laat verpakken als het toch gratis is. Dan is het gewoon een beetje een cadeautje voor mezelf. Oeh, de Urban Decay Honey paletje. Dit is dus een heel nieuw paletje waar ik ook echt heel erg benieuwd naar ben. Mocht je hier een video over zien, let me know. Want dat staat vooralsnog niet in mijn planning. Kijk die verpakking, jongens. Ik hou van goud. Oh my god. Super mooie kleuren. Oh, vooral deze hier, die valt zeker op. Het is een vrij neutraal, saaiig paletje. Maar ik vind hem toch heel erg leuk. Want dit zijn echt kleuren die ik echt gewoon draag. Gewoon op straat en zo. Dus het leek mij echt een heel mooi paletje. En ik ben echt super benieuwd om het te gaan gebruiken. Ze swatchen ook echt super mooi. Ook even een matte. Oeh! Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Oeh, ik heb hier een paletje van Queen Tarzi. Mijn favoriete wimpers. En ook schaduwpalet, want die hebben hun nou ook. Ik denk dat hier hun lijm in zit. Hun zijn met een lijm uitgekomen. Maar het is wel een heel groot pakket voor alleen maar lijm. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Oh, wat een mooie verpakking. Hun hebben ook echt de meest mooie verpakkingen ever. I love this. Super cute gedaan. Even kijken, ik ga hem even openmaken. Dit is dan wat je ziet als je hem openmaakt. Oké, ik heb hier dus een set van twee van hun groene sponsen. En ik vind hun sponsen super fijn. Ze hebben er al eentje in het roze. En nou hebben ze ook in het groen. En ze hebben er ook zo twee in één pakketje. Dat vind ik wel echt super handig. Want ik ga ook altijd best wel snel door al mijn sponsen heen. Omdat ik ze altijd kapot maak. Dus super cute. Ook leuk voor in je boom met kerst.
En hun lijm. Deze is dus nieuw. Dit is hun lijm. Zwart en wit. Ze hebben al lijm. Maar even kijken, die zit in zo'n achtige tube. Maar nou hebben ze het dus zo met een kwastje. Ik persoonlijk vind met een kwastje super fijn. Dus ja, even kijken hoor. Ik ga hem even openmaken. Oeh, hier is hij dus in het wit, oftewel doorzichtig. Hier is dan vast de zwarte, ja. Oh, wel klein man. Ze zijn wel echt heel klein. Ik had ze groter verwacht of zo. Ik weet niet waarom, maar oké. Ja, heel erg leuk. Super cute. Hier ben ik dus echt heel erg blij mee, alle drie. Thank you very much. Deze gaan hier bij de make-up die ik elke dag gebruik. Dan heb ik hier nog een ander groot pakket. Ik weet alleen niet wat erin zit, want er staat niks op of zo. Dus even openen. Oh, ik weet wat het is. Dit is mijn pakketje van Morphe. En dit heb ik gewoon besteld met mijn geld. Oké, ik heb twee producten besteld. Ik heb mijn Sweetie lippotloodje besteld. Want dat is mijn favoriete lippotlood. En ik ben er echt bijna doorheen. En hij is maar 5 euro. En hij is altijd uitverkocht. En nou was hij er weer. Dus ik heb snel besteld. Dit is een super mooi nude lippotloodje. En wat ik ook heb besteld is een oogschaduw. En dit is hun oogschaduw in samenwerking met Jeffree Star. Oh my god. Ik ben hier. Oh my god. Kijk dit paletje hoe mooi. Kijk al deze kleuren. Wauw, wauw, wauw. Vooral deze en deze zijn allebei van die heftige glitterkleuren. Het zijn wel een beetje heftige kleuren. Ik persoonlijk hou daar echt van, zoals veel mensen al weten. En je hebt ook een spiegel. Wauw, ik vind de kleur er echt heel mooi uitzien. Oké, dit is dus echt een pressed glitter. Kijk de pigmentatie. Echt, I'm mind blown. En mensen, als je je afvraagt waar ik nou dit bestel, hun hebben gewoon ook een Engelands website. Dus ook daar kun je gewoon makkelijk bestellen zonder douane of whatever te betalen. En als je ook weer vanaf een bepaald bedrag bestelt, heb je ook geen verzending. En je hebt 10% korting altijd als je een van de influencer codes gebruikt. En ik gebruik altijd van Nikki en dat is gewoon haar naam Nikki en dan heb je 10% off. Maar hun hadden dus sale, hun hadden iets van 20% sale. Dus toen heb ik deze besteld. Oh, super mooi. Dan heb ik hier nog een pakket. Juvia's Place. Dit is ook weer een PR pakketje van hun. En ik denk dat ik weet wat hierin zit. Want ze hebben foundation sticks gelanceerd. En ik denk dat dat die zijn. Oké, dit is dan de box. Oh my god. Ook heel erg mooi. En dan is dit zo wat erin zit. Een soort van make-up bag. Heel erg leuk. Oh mensen, het is hier nou echt een bende. Even openmaken. Oeh, een heleboel foundation sticks. Oeh. Wow, dit zijn er echt... Oké, dit zijn er echt heel veel. Kijk even hoeveel hierin zit. Maar ik heb dus gezien op Instagram, je kunt het gebruiken als foundation, als concealer, om te contouren, whatever you want. Dus ik ga hier zeker gebruik van maken. Ze hebben wel echt heel veel gestuurd. Oh my god. Even kijken, dit is wel heel veel kleuren voor één persoon. Oh, wacht, er is meer. En nog deze. Dit hebben ze me allemaal gestuurd. Even kijken. Ik ga gewoon even random eentje openen. Dit is in de kleur... Oh, Marrakesh. Dat is een stad in Marokko. En ik kom uit Marokko. Toevallig. Even kijken. Dit is dus zo'n stick. Oh. Hiermee zou ik kunnen bronzen of zo. Deze ga ik dus zeker ook gebruiken. Ik ga ook gewoon even een andere openen. Dit is de kleur Nicaragua. Misschien is dat ook een stad of zo. Oh, en dit is weer een hele lichte kleur. Die zou ik kunnen gebruiken als concealer. Dus ik denk dat ze gewoon echt heel veel verschillende kleuren hebben gestuurd. Zodat ik ermee kan contouren, concealen en al die shitzooi. Nou, hier ben ik dus ook super blij mee. Oh my god. En dan heb ik hier nog een heel groot pakketje van Mooi PR. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Mooi PR is een PR bureau. En wat zit erin? Dit en dit is van MUA. Even openmaken. Hoe moet die open? Mensen, hoe moet het open? Oh. Je kunt hem gewoon zo openmaken. Oh, lipsticks. Oké.
Ik heb een heleboel lipsticks gehad. Oeh, daar ben ik heel blij mee. Dit is dus denk ik allemaal nieuw. Er staat verder niks op. Ja, nieuw. En er zijn vier verschillende formules. Je hebt een matte, satijnen, velvet mat en een matte liquid lipstick. Oh, daar ben ik wel happy mee. Even kijken. Ik heb twee liquid lipsticks. Rood en paars. Ik heb hier nog een lipstick. Hier ook eentje, een beetje een bruine kleur. Ik heb hier rood, een beetje bruin nude-achtig. En dan nog twee, een beetje een peachy kleur en een echte felle oranje kleur. Dus ook hier ben ik weer heel erg happy mee. Allemaal lipproducten. Woehoe. En dan als laatste heb ik hier een hele grote doos, zoals je kunt zien, van Pixie. En het grappige hieraan is, ik denk dat er iets verkeerd is gegaan. Want ik heb hem twee keer gehad, jongens. En het is gewoon identiek. Dus ze hebben denk ik iets niet helemaal goed gedaan. Waardoor ik er dus twee heb gehad. Dus ik maak er gewoon eentje open. En de andere gaat dan volledig gewoon in de winactiebak. Dus wanneer er weer een winactie is, kunnen die ook gelijk winnen. Oké, ik ben heel benieuwd wat hier allemaal in zit. Het is ook echt super zwaar. Wat een struggle. Oké, dit is dus wat erin zit. Maar god, oké. Rustig gaan. Woe! Dit is me een partij, een pakket, jongens. Wel heel erg mooi. Oké, hoe ga ik dit laten zien? Er zit dus allerlei make-up in. Kijk. Dit zit er allemaal in. Een hele mooie verpakking. Het is wel een beetje overdreven groot voor wat erin zit. Maar oké. En dit is dus in samenwerking met 1, 2, 3, 4, 6 influencers. Zoals je kunt zien. Elke influencer heeft iets in samenwerking gemaakt. Superleuk. Oké, mensen. Het is echt zwaar. Oké, ik ga gewoon even snel iedereen af. Ik begin eerst met de samenwerking met Jen Chloe. Ik ken hem niet. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Even openmaken. Oeh, dit is een oogschaduwstick. Oeh, hele mooie kleur dit. Kijk. Zo mooi goud. Oogschaduwsticks zijn ideaal voor iedereen die geen tijd heeft, maar er wel goed uit wil zien. Je brengt het gewoon zo aan op je oog. Blend het zo een beetje en je bent klaar. En ze heeft twee highlighters, volgens mij. Zijn dit highlighters? Ja, twee highlighters. Het zijn wel vrij donkere kleuren. Bruin en paars. Niet helemaal mijn kleuren. Maar wel heel mooi. In samenwerking met Mariam Maculage. Oh, al die namen. Die heeft dit soort sets. Ze heeft er twee. En dit is een ogen- en lipset. En hierin heb je een matte liquid lipstick. En een liquid oogschaduw. Deze is echt mooi zo blauw. En met een nude lipstick. En hier is die rood met een beetje een roze-achtige liquid oogschaduw. Ook echt super mooi. Heel erg leuk. In samenwerking met Chloe Morello. Haar ken ik wel. Ik volg haar op YouTube. En zij heeft drie lip glows uitgebracht. Dit zijn dus glanzende lip glossjes. Super mooi. Ook echt drie hele leuke kleurtjes. I really like it. Ik wil er even eentje swatchen. Ik pak de kleur Sorbet. Die is een beetje blauw glanzend. Oh, wauw. Kijk dit, jongens. Oeh, die is lekker heftig. Kijk. I like it. Dan in samenwerking met Rachel Loves. Ook die ken ik niet. Zij heeft een heel paletje gedaan. En dit is een highlighter paletje. En in samenwerking met Heart Defensor. Ken ik ook niet. En zij heeft een oogschaduwpaletje. Oh, superleuk. Ik vind het wel leuk dat iedereen wat anders heeft. Anders heb je echt zo alles the same. Even kijken. En zo ziet dan het paletje eruit. Zo. Want zo staat haar naam. Hele prachtige beetje everyday kleurtjes. Heel erg mooi. Ik persoonlijk heb van Pixie nog niks qua make-up. Ik heb wel skincare gehad van hun, ook in PR. En die gebruik ik. En die vind ik over het
algemeen fijn, een aantal niet, maar veel wel. Dus mocht iemand dit ook willen zien in een video, let me know. En zoals ik al zei, ik heb dus van alles twee. Dus mocht je dit ook allemaal willen en willen winnen, abonneer dan vooral op mijn kanaal, zodat je de winactie binnenkort al gaat zien. Woe, mensen, ik ben echt kapot van het openmaken van alles. Ik ben echt heel erg blij met alles. Alles wat ik gratis heb gehad, ben ik ook echt super happy mee. Ik ben zo blessed dat ik dit gewoon allemaal krijg opgestuurd. Omdat hun mij gewoon goed vinden in wat ik doe. Dus daar ben ik heel erg happy mee. En ja, ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Ik vond het weer heel erg leuk om te maken, like always. En als je dus iets hebt gezien waarvan je denkt, dit wil ik echt, echt, echt zien op jouw kanaal, let me know beneden in de comments. Nou, vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video.